Welkom bij Café Weltsmuts. Dit is een project dat gedraaid wordt door vrijwilligers en we zouden het zeer waarderen als u een donatie zou willen uitbrengen. Kijk daarvoor op onze website. Alvast bedankt. Welkom nogmaals, mijn naam is Geert en Waling. En vandaag zit ik met twee andere G's hier in deze studio als gasten. Uh, namelijk Gert-Jan Geeling en Gerben Bakker. En uh, zij zijn de auteurs van een uh, net verschenen boek uh, over politieke correctheid. En dat is het thema van vandaag. Welkom, heren. Dank, in dank. De studio. Um, wij gaan. Uh, hier eens even stevig politiek incorrecte dingen zeggen, dacht ik toen, ja. hier naartoe ging, toen ik hier naartoe ging. Um, even een korte introductie: jullie werken allebei aan de Haagse Hogeschool ja. als docent. En uh, jullie zijn allebei ook promovendus. Maar Gerben aan de Erasmus Universiteit en Klopt. gert ja. in Leiden uh, schrijven jullie een proefschrift. Dus echt wetenschappers en toch hebben jullie ook nog tijd, en docenten en tijd gehad om een boek te produceren met z'n tweeën. Dat vind ik ten eerste, we gaan zo meteen over de inhoud praten, maar altijd heel erg leuk: um, uh, een publieksboek, een goed leesbaar boek, kan ik meteen ook bij zeggen. Um, ik heb zelf ook wel eens samen met iemand een boek geschreven. Hoe is dat, hoe is dat gegaan? Hebben jullie, uh, <laughs> hebben jullie echt om hoofdstukken geschreven of uh, elkaar ja. zinnen aangevuld? Ja, ja, ook wel een beetje. elkaar, We hebben het een beetje verdeeld, uh, maar wel elkaar ook een beetje uh, geholpen, dingen herschreven, dingen aangevuld enzovoort. Dus het is wel echt een gezamenlijke productie. Ja. Kun je niet meer teruglezen welk stuk van wie is. Uh, nou ja, we waren natuurlijk ook heel aanvullend wat betreft. Ja achtergrond. Hè. Ik, ik, ik ben uh, filosofie gestudeerd en Gertjan is meer ja, politieke geschiedenis, actualiteit en dat kwam natuurlijk ook heel mooi bij elkaar ja ja dat zie mijn je vader kon het wel uh, teruglezen toen hij het boek las hij kende die wel mijn schrijfstijl in sommige, uh, sommige oké okay, mijn vader stond, kent jou natuurlijk die heel goed die kende dat heel goed is um, dan dat is leuk dat, <laughs> dat zie je ook precies door hen die filosofische invloeden en tegelijkertijd een beetje die neiging om historisch heel feitelijk te zijn uh, um, komen we zo meteen op um, het is natuurlijk ook een super actueel boek dus bij het schrijven moet je waarschijnlijk ook steeds ingehaald zijn door de actualiteit en nu het hier ligt komen er waarschijnlijk weer voorbeelden langs hmm. ja. Ja, dat jullie frustratie niet in het boek staan. Nee. Uh, nee, zeker. Het actualiteitenhoofdstuk, dat, dat nou ja, we enorm veel hebben moeten schrappen. omdat dat gewoon zoveel dingen mee hadden kunnen nemen op dat moment. En ja, het moment dat je echt het manuscript uh, inlevert. Toen, toen, toen dachten we wel van ja. er zijn waarschijnlijk nog zoveel dingen die we, die we voordat dat gepubliceerd werd. nog toe kunnen voegen. En nog steeds, ja, er zijn. Bijna wekelijks zijn er wel zaken die spelen, die relevant zijn. We nemen het toevallig op op de dag, uh, en zeker nog twee uur nadat Jordan Peterson aan de UvA, mm. het is vandaag 31 oktober 2018, Jordan Peterson, de omstreden Canadese psycholoog aan de UvA, een interview heeft gegeven bij een studenten waar heel veel over te doen is geweest. Ja. Landelijke media heeft dat gehaald. Uh, ik weet niet of jullie het gevolgd hebben, maar uh, het interview zelf was misschien niet zo relevant. Maar wat, mm. wat kunnen we nou met jullie boeken in de hand ook over politieke correctheid, Leren van deze casus Jordan Peterson aan de UVA. Wat, is daar nou eigenlijk, wat zie je daar nou voor, voor loopgraven, misschien waar jullie over verbazen en verwonderen en die jullie hebben geprobeerd te beschrijven in het boek? Ja. Nou, ik denk dat wat je ziet, hè, is natuurlijk een, een wetenschapper enerzijds, maar anderzijds ook wel enigszins een meer controversiële publicist en spreker, die natuurlijk veel steun heeft, met name de resterende deel van de samenleving, maar omgekeerd, hè, als hij dan aan een universiteit als de UVA zit veel, veel meer progressief georiënteerde wetenschap. Ze zeggen ja, dat die man die heeft allerlei vrouwenvriendelijke meningen, et cetera. Die zouden geen podium uh, zouden geen podium Tenminste, hij mag gewoon een podium krijgen, maar er moest iemand bij hem op dat podium gaan zitten hè, die hem een fel weer wordt. We komen die letterlijk tegen geven. Zou was, was was verzoek, ja. Ja, nou, dat is op zich en enerzijds een, een positief uh, iets, vind ik hieraan, dat het niet is het, 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 het no-platforming, wat je aan Anglo-Saxe universiteiten vaak ziet, van iemand mag überhaupt niet spreken. Dus ik vind het goed dat hier de reactie in ieder geval is van hij mag wel komen, maar tegen was, hè? Dat Later kwam er nog uit. een brief die echt opriep om hem niet, ja. geen podium te ja. geven. In de eerste hè? instantie ja. was ja. de oproep om, om, wel, uh, hm. om, om wel een podium te geven, maar een tegenstander neer te zetten. Ja. Uh, maar het probleem is natuurlijk daar dat, dat uh, de, de vorm waarin dat plaatsvindt, het format is altijd één iemand, uh, die, die wordt geïnterviewd ergens voor en dat uh, zijn uiteenlopende sprekers. Je kunt vinden van Pieter wat je wilt, zelf heb ik niet heel veel met de uh, met beste mannen met zijn uitspraak, ik vind het een beetje achterhaald. Uh, figuur. Uh, maar ik vind wel dat hij gewoon naar de ruimte geeft. En ik vind het toch wel problematisch dat, 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 dat je soms die reflectie ziet hè, aan Nederlandse universiteiten. Ja. Van dit vinden wij, en wat wij dan beschrijven als een, een soort van foute mening. En dat willen we niet uh, daar hebben. Ja. Uh, daar moet, er moet ruimte voor zijn in dat opzicht ook voor controversiële, buitengewoon conservatieve stemmen. om toch ook aan Nederlandse universiteiten te kunnen spreken. En sterker nog, en, en, en daar hadden we het net ook over. Ik denk dat je alleen maar hem zijn gelijk bewijst als je zegt: van hij mag niet spreken of er moet iemand ja, even omdat over. Hij, omdat hij zo sterk ook uh, ageert tegen de Precies. linkse bolwerken, eh, universiteiten Precies. die door cultuurmarxisme en postmodernisme ja. kapot zijn gemaakt. Ja, dat snap ik, dat is waar. En uh, je zou kunnen zeggen: bij de UVA wordt er ook nooit opgeroepen om. Uh, bij een extreem of radicaal linkse spreker om daar een tegengeluid nee, te laten horen. Om dat te vinden. Daar zit je al meteen in dat pad. Um, uh, Gerben, had jij, heb je, kijk jij er op dezelfde manier tegenaan? Ja. Dus, met, ook de, met ook de opinie dat het eigenlijk misschien wel goed is dat het gebeurd is. en dat het, uh, ja. Heb je het gevoel dat dit iets heeft opgelost? Misschien ook een soort catharsis in de loopgravenoorlog heeft gebracht? Nou, wat ik heel belangrijk vind, denk ik hieraan ook nog, is, en dat constateerde Boudrie ook vandaag trouwens, een heel mooie Vlaamse uh, filosoof. Ja, Martin Boudry. Martin Boudry ook in een hele mooie. Uh, Reflectie hierop is dat het ook heel erg belangrijk is voor uh, de geestwetenschappen zelf. Het is toch een beetje. Uh, ja, ik denk dat veel mensen toch wel zien dat het een beetje uh, een progressief bolwerk is. En het is denk ik heel fijn. Tenminste, ik zou dat heel prettig vinden, op het moment dat je in ieder geval gescherpt wordt door een radicaal ander uh, ja. geluid. En dat is denk ik heel erg belangrijk. Dus je kunt het totaal met hem oneens zijn. En toch tegelijkertijd denken: van ja, maar laten we nou juist dan in ieder geval er een sport van maken. om deze man op, op basis van de feiten uh, onderuit uh, te schoffelen. Dat no-platforming zo'n enorm ja. zwaktebod. In dit geval is het dan, ja, hij moet eigenlijk uh, eigenlijk moet een soort detoxificatie plaatsvinden eerst. Hè. Dit moet eigenlijk heel duidelijk. Het is eigenlijk een soort een ontgifting. Uh, ja een ontgifting, is een soort net zoals zo'n zo disclaimer van: je mag hier naar luisteren, maar alleen net zoals met als uh, dus je weet dat het een heel fout verhaal is. Ja, mijn ja. kamp moet wel met een heel uh, uitgebreid voorwoord gepubliceerd worden, want anders zijn mensen te dom. Om, ja. uh, om, om misschien zelf argumenten te verzinnen waarom ze het oneens zijn met Pietersen, uh, bijvoorbeeld. En, uh, nou, ik denk dat het heel. Ja, Boudry gaf ook wel aan een interessante discussie, is inderdaad. Uh, dat Pietersen natuurlijk ook veel zit op de meer evolutionair-biologische kant. Hè? En dat is iets wat. Uh, um, ja, een geluid wat, wat steeds minder. Uh, onder de aandacht staat uh, in de geesteswetenschappen en echt heel snel wordt weggezet als, ja. Uh, uh, ja, uh, als fout. Ja. Geestes en ja. sociale wetenschappen, misschien uh, nog wel meer dan uh, in de sociale wetenschappen, is dat misschien nog wel meer gangbaar. Ja, in sommige uh, takken van sport. Ja. 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 Vooral omdat Pietersen natuurlijk over de gender- in de genderdiscussie een heel ja. uh, specifiek uitgesproken stem uh, heeft. Ja. Ja, Die wordt ja. tegengesproken door veel wetenschap. Heeft er aanvulling daarop? Uh, ik denk dat het ook zeker geen slechte zaak is. Zelfs al weet je dat iemand juist echt een mening is waar ja. uh, je helemaal niks mee hebt. Dat je er toch naartoe gaat en daarnaar luistert om daar kennis van te nemen. Toen ik zelf studeerde, ging ik naar een lezing in de Universiteit Utrecht. Dan geven een Noam Jumpskin. Toen we een bekende uit links spreker, waar ik zelf niet heel veel mee had. Maar ik vond het wel interessant om kennis te nemen van wat hij daar ja. te zeggen had. En ondanks dat je niet door elkaar eens bent. Dan zit dat je toch op de een of andere manier aan denken. Je neemt er altijd iets van mee. Of je het nou je eigenlijk meer bevestiging standpunt Of juist niet dat je er iets ja. van leert. Ik denk dat het belangrijk is dat juist die diversiteit en meningen, waar we het als boek ook over hebben, de ruimte blijft juist aan de universiteit. Dat zijn juist de plekken waar het moet. Gebeuren. Het is ook goed dat soms ook de, de sprekers die tot de uiterste politieke spectra behoren daar ook iets kunnen zeggen. Uh, Duidelijk, En we hebben even heel goed jullie positie ook bepaald. Ik denk dat we het over grote dingen, op grote lijnen eens zijn. Um, maar laten we even over die politieke correctheid zelf dan even in de diepte ingaan. Ja, ja. Want dat, uh, en toevallig met een bruggetje via Jordan Peterson, want hij zei onder andere in dat interview uh, aan de, uh, die studenten van de UvA, Um, uh, dat uh, hij zelf die politieke correctheid ziet, yeah? hij had het over political correctness, mm -hmm. als een gevolg van twee ontwikkelingen, namelijk uh, het marxisme, mm -hmm. misschien, misschien is dat cultureel marxisme, maar marxisme en postmodernisme. Mm -hmm. En het idee van uh, alles uh, mag er zijn, uh, uh, verschillende interpretaties van bijvoorbeeld een stuk van Shakespeare zijn allemaal evenveel waard, daar kun je geen on hiërarchisch onderscheid aanbrengen, want wie ben jij om dat te bepalen. He, een, beetje dat, een beetje dat idee van een beetje een waarden, um, uh, hoe moet je dat zeggen, neutrale, uh, uh, misschien ook wel een beetje uh, uh, cultuurrelativistische nee, uh, relativistische uh, uh, standpunt. Sorry voor deze uit 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 uitgebreide inleiding, maar dit is dus zijn visie dat echt politieke correctheid iets links is. Iets mm -hmm. universitair misschien zelfs wel, maar in ieder geval waar waarbij je zegt we kunnen niet onze eigen uh, hiërarchie aanbrengen, want wij zijn nou eenmaal een uh, gelijk. Radicaal gelijkheidsdenken. Hey, zit daarmee gel uh, als ik jullie boek lees, hebben jullie daar een iets andere visie op? Mm -hmm. ja. Nou, kijk, uh, uh, die, die analogie wordt vaak gelegd, inderdaad. Ik, ik denk dat wat. wat wel waar is, kijk, op het moment dat je naar. Uh, kijk, die, dat idee cultuur-Marxisme is een beetje een beladen term die eigenlijk ook is uitgevonden vanuit de rechterkant. Kijk, ik denk waar het dan vaak op gedoeld wordt, is Frankfurter Schule. Ja. Uh, en in ieder geval, wat wij in het boek wel aangeven, is dat op het moment dat je het hebt over uh, de politieke correctheidsbeweging in, aan de campussen in, in de Verenigde Staten, die zijn heel erg beïnvloed. Uh, door ja, uh, dat cultureel gelijkheidsdenken, maar ook vooral namelijk over, uh, door het idee dat macht uh, besloten ligt in taal. Hè? En dat er in taal bijvoorbeeld een bepaalde talige uitdrukking ook uh, onderdrukking zit. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld uh, als persoonlijk voornaam wordt hij gebruikt als je in de algemene zin over uh, een mens spreekt of ja. zo. Je, daar zit al een soort van patriarchale machtsstructuur in. Ja. En, uh, wat je dus ziet is, bijvoorbeeld ook met zoiets als microaggressions, waar we ook op, misschien later nog op in kunnen gaan... Mm -hmm, zeker. maar dat, dat uh, aan de campus heel veel mensen op zoek gaan... inderdaad naar van oké, okay, welke cultuuruitingen zijn allemaal... eigenlijk verkapte machtsuitoefeningen... Uh, ten opzichte van minderheidsgroeperingen... of ten opzichte van uh, genders... of ten opzichte van allerlei identiteiten die dan in de verdrukking raken. Dat is, denk ik, de uitleg die wij daar aan geven. Uh, wat ik merk is dat... Um, die, dat dan idee... toch een linkse stroming dat wel of dat nou dat idee van cultuurmarxisme is volgens mij heel erg verbonden met het idee van Gramsci waar ik trouwens zelf niet echt uh, heel erg in thuis ben maar en het idee van de mars door de instituties ja. hè, dus dat je op een gegeven moment inderdaad moet proberen om die patriarchale structuur omver te werpen door actief de bolwerken van het uh, ja, van een misogyne patriarchale cultuur en dan krijg je mensen die correcte taal gaan gebruiken uh, en die allerlei pogingen gaan doen om Vanuit wat van politieke correctheid wordt genoemd om blijkbaar dus dat ideaal te bewerkstelligen van gelijkheid of zo. Ja, daar zit een heel duidelijk idee in. Kijk, het is een filosofisch idee. En ik denk zelf ben ik op zich ook wel eens met Foucault dat er uh, heel veel ja, machtsstructuren besloten liggen in de manier waarop we taal bezigen. Alleen uh, het probleem is dat het denk ik. Uh, op een hele oppervlakkige manier geïnterpreteerd wordt door alleen te gaan kijken naar taal en daar een soort in te gaan zoeken van oh dit zijn allemaal voorbeelden waarin uh, waarin macht ja. uitgedrukt wordt. En dan, dan krijg je een soort van heksenjacht op taal. Ja. En, um, Ik heb ook het gevoel van, dat met Lezen wat je had even, je noemt allemaal um, uh, termen, misschien wat niet iedereen daarmee bekend is, met Frankvoort ja. de schule ja. Midden 20e eeuwse, uh, even grof gezegd, uh, filosofische, sociologische stroming. Ja. Uh, die uh, daar een begin mee maakt. En vervolgens meer nu Foucault. Ja. Die is daar echt een navolging ja, daarop. Een een die na noemen ja. ook andere filosofen trouwens. En behandelen die ook vrij uitgebreid. Dat is leuk om tussendoor ook te lezen. Maar uh, Foucault is uh, bijvoorbeeld iemand die, die machtsrelaties heeft blootgelegd. Mm -hmm. En uh, terecht zeggen jullie volgens mij ergens in het boek ook dat er vooral met die ideeën aan de haal gegaan wordt. Eerst door activisten die. Daarmee zeggen dat machtsrelaties in alle machtsrelaties in de wereld moeten worden afgebroken. Dat is dat je en, ja. da, en dat is volgens mij ook iets wat, wat jullie misschien ook herkennen... dat mensen als Foucault helemaal niet gezegd hebben. Nee. Dat er machtsrelaties bestaan en dat je daarvan ja. bewust kunt zijn. en dat, je, dat er altijd machtsrelaties zullen bestaan. Dat nou. is het. Ze dat blijven gewoon dingen bestaan. En ze komen links om of rechts om. <coughs> altijd, altijd aan de orde. En dat was ook een grote worsteling van Foucault. Van, je kunt je daar eigenlijk helemaal niet aan onttrekken als mens. Uh, dus wat blijft er dan over aan persoonlijke zeggenschappen. en aan zelfstilering? Dat was zijn grote probleem ja, zelf. Precies. En natuurlijk had hij wel een punt, zelf was hij natuurlijk ook homoseksueel, dat hij daar een soort van uh, avant-gardistische beweging mee inspireren Dat wel. Maar ja. 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 ik even terug te gaan naar jouw oorspronkelijke vraag ja. natuurlijk. Waarin verschillen wij dan van, van Pietersen? Wij zien politiek correctheid niet als iets exclusiefs links. Wij maken onderscheid tussen dogmatische politiek correctheid en conformistische politiek correctheid. Dogmatisch gaat echt om eigenlijk ja, anderen een, 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 een aanvallen op iets wat je ziet als een, als een verkeerde mening of een foute mening. Wat we, uh, dat mensen ook zichzelf censureren of gecensureerd mm -hmm. worden hè, dat als gevolg daarvan. Uh, en dat is iets waar we wel wat we vaak terugzien uh, ter linkerzijde maar niet... Dat uh, activisme, uh, militant gedrag, ja, maar uh, niet exclusief. Uh, dat, je ziet het ook uh, ter rechterzijde, daar halen we ook voorbeelden uh, van aan. En anderzijds hebben we de conformistische politieke correctheid dat meer eigenlijk dat je uh, je conformeert aan een, aan een dominante mening in een bepaalde omgeving dat je eigenlijk niet op durft te spreken, niet mondig durft te zijn met dan over mondigheid ja. uh, tegen die, die, die dominante visie en daarmee eigenlijk ook politiek correct bent. En dat is eigenlijk iets. Zo wat zou je kunnen je je zeggen de actieve politiek correctheid en de passieve Precies, politiek, ja, politiek correctheid. Zo zou je dat ja, dat. Ja. Het is wel zo natuurlijk dat dat, uh, dat idee van cultuurmarxisme dat dat. Uh, in onze tijd, natuurlijk, heel erg dat die een nieuw idee van politieke correctheid drijft. Ja. Wat anders is dan zoals dat benoemd werd in, in, de, in de periode Fortuin. Waarin het vooral ging om achterkamertjespolitiek. Ja. En nu gaat het echt om die politieke ident, identiteitspolitieke strijd. die er eigenlijk een beetje uit Amerika is overgewaaid. Uh, ja. hier binnen druppelt eigenlijk. Ja. Dat is een heel andere vorm. Voor zover links wordt aangevallen op politieke correctheid. is dat een heel andere vorm van links en een heel andere vorm van correctheid zeggen jullie nu eigenlijk dat het, dan het in de jaren 90 was toen Fortuin Fortuyn opkwam? Ja, ik denk het wel. Toen was politieke correctheid natuurlijk echt iets wat door Bolkenstein en, 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 en Fortuyn werd aangezwengeld. Uh, uh, met een idee van, nou ja, we hebben eigenlijk al veel te lang gewoon weggekeken van allerlei problemen. En, en dan is politieke correctheid veel meer ook, ja, heeft ook heel erg te maken met dat conformisme. Van bang zijn om, ja, dat politiek, het idee dat het politieke ja. establishment te bang was om bepaalde taboes, uh, te doorbreken en, en echt dingen te gaan benoemen over de islam of integratie. Ja. Ja. En, maar ik heb het ook wel zelf sterk idee. Jullie zeggen dat voor een deel wel uh, in het boek, ook met voorbeelden wat jij al zei, dat er op rechts ook best politieke correctheid kan zijn. Hè? Ja. Mm -hmm. En misschien is dat wel goed, omdat in de beeldvorming uh, het juist altijd heel erg om linkse thema's gaat. Mm -hmm. Maar um, om daar misschien wat voorbeelden van te geven, ik, misschien hebben jullie een voorbeeld, maar ik had zelf het idee van in de Zwarte Pieter discussie. Kan het zijn dat je in een bepaalde sociale milieu zit in Nederland, misschien ook wel geografisch, mm -hmm. dat je op platteland woont in Friesland bijvoorbeeld. En dat je uh, uh, misschien wel vindt dat die Zwarte Piet toch wel een beetje een racistische karikatuur is. Mm -hmm. en, en dat we daarmee moeten ophouden. Ik noem maar even wat. Mm -hmm. Dan word je in je omgeving waarschijnlijk uh, niet echt gewaardeerd om die mening. Nee. En dan heb je dus sprake van, is sprake van conformistische ja. Ja. correctheid. Ja. Ja. Sterker nog over mensen die, aan, als je wel opspreekt, hè, mensen die jou, jou aanvallen en zeggen van je bent een soort van. Een landverrader of uh, als, je een een, precies, als je ja. ook nog een ander kleurtje hebt van dan moet je oprotten naar je eigen, eigen land. Hè. Dan krijg je activisten die soms ook het, het, het zwijgen op worden uh, gelegd ja. Dat zien we ook in Nederland aangaan die zwarte pieten discussie. Uh, daar ben ik heel dat... voorzichtig ermee hoor, want ik heb het gevoel dat wat er in Dokkum uh, speelde... Nou, uh, nou, ik heb niet zozeer uh, over het Dokkum nee, hoor, maar daarbuiten. Dat buiten... is volgens mij jullie ook, van dat ja. je daar best wel kunt zien van nou, de mensen hadden er wel echt een andere belangen. En heel veel van die zwarte pieten, dat dus zijn pro-zwarte pieten uh -huh. mensen, die zijn eigenlijk vooral voor het kinderfeest en voor... Uh, tegen het demonstreren op, op diezelfde mm -hmm. gelegenheid, volgens ja. mij. En voor een vorm van zwarte piet. Maar die willen best praten over aanpassing. Ja. Heb ik gemerkt zelf in discussies mm -hmm. met Friesen over dit onderwerp. Mm -hmm. Dus ik wil dat niet zo maar. Maar stel, uh, puur eventjes, uh, hypothetisch. Ja. Er zijn ongetwijfeld milieus ja. in Nederland waar je een ja. bepaalde mening. Ja. Hij zit bijvoorbeeld ook met een discussie over de islam natuurlijk. Ik geef zelf ook me sterk bezig met het islamdebat. Oh ja. In Nederland zie je veel voorbeelden terug. Enerzijds heb je aan de universiteit islamwetenschap een sterk progressief georiënteerde opvatting. dat toch hè, je moet heel goed voor islamofobie en et cetera. te kritisch zijn over de islam enzovoort. Dan kun je heel snel daar binnen aangevallen hm. worden. Omgekeerd zie je tegelijkertijd dat in de samenleving, een bredere samenleving. steeds negatievere sentimenten zich ontwikkelen ten aanzien van de islam. En als je bij wijze van spreken zegt, nou joh. Zo extreem is het nou ook weer niet, hè, dat je dan het omgekeerde eigenlijk uh, daarmee te maken krijgt. En dat je eigenlijk een kloof ziet, er ook een mismatch. Dus enerzijds die bovenlaag die denkt, ja, wat, dat, hier moeten we wat aan doen, hè, die anti-islam sentimenten. En, en de rest van ons samen denkt, ja, die elite die is alleen maar politiek correct. Hè, terwijl in beide zie je eigenlijk stukjes van politiek correctheid kun je eigenlijk ja. terugzien. Uh, alleen uh, verschillende vormen. Uh, en ze hebben het eigenlijk niet van elkaar door eigenlijk. Uh, ze bekritiseren alleen maar elkaar. Er is dus weinig zelfreflectie in het opzicht. En dat is je die loopgravenoorlog die ik al even noemde. Of de, de, de moderne bubbels mm -hmm. uh, waar we in leven met social media. En uh, uh, de hele internetwereld waarin eigenlijk de, de verschillende meningen... ...heel erg hun eigen achterban bereiken. Maar dat we heel weinig met elkaar in contact komen. Dus de, de echte uitwisseling van argumenten vindt niet plaats. Mm -hmm. um, uh, ik had hier ook met Steven Pinker een uh, gesprek over... Die, uh, uh, ook psychologisch, uh, ook Canadees, maar uh, net iets minder omstreden <laughs> dan Jürgen Petersen. Maar die heeft het over hè, van, uh, de verlichting als een soort leidraad van, ja, dat je toch rationele uh, argumentatie en debat, ik denk dat jullie dat ook omarmen, uh, dat je daar toch voor moet strijden, want dat is de manier waarop je met elkaar verder ja. komt in een democratie. Ja. Het, uh, voor, het raakt ook de kern van een democratie ja. natuurlijk. Absoluut. Als je niet met elkaar kunt ja. praten, dan, uh, dan verliest uiteindelijk of één groep of iedereen, ja. uh, maar je verliest ook die vrijheid. Dus het is dus ook weer in vrijheid. En dat brengt me op een thema wat in jullie boek heel leuk naar voren komt. En wat ik moet eerlijk zeggen, ik dacht: het boek over politieke correctheid. Ja, dat is vast een opzomming van allemaal voorbeelden die ik al lang ken. Dat is niet helemaal waar. Uh, ik ben echt verrast ook over de manier, de manier van uh, analyse die jullie en de diepte van analyse die jullie geven. Maar bijvoorbeeld, diezelfde Foucault met dat Paresia. Mm -hmm. Dat is een, thema, een term die mensen misschien niet zoveel zeggen. Maar wat hij bedoelt is: de moed tot waarheid. Hè, volgens mij, het vrij spreken. Ja. En misschien wel de drang tot waarheid. Waarom hebben wij mensen. En hij zegt vooral, de Westerse mensen hebben nou zo'n drang tot waarheid. Waarom willen wij toch steeds die waarheid niet verbloemen, maar steeds uh, benoemen? He? Het benoemen, het niet willen verbloemen. Wat, wat, waar, waar komt dat vandaan? Ja, dat is een hele goede vraag. Die antwoord, dat antwoord daarop. Uh is misschien is het wel heel fundamenteel, ik denk dat het heel fundamenteel menselijk is om de waarheid te willen kennen. En het heeft heel erg te maken, tenminste zoals ik het uh, zie, op basis van dat Paresia-begrip ook in een soort van onderscheid tussen uh, wat mensen uh, in sociale zin maken, tussen, uh, oké, okay, nu, nu is er sprake van een, een setting waarin ik me aanpas aan de groep. Ja. Uh, maar daarachter is, is ook altijd zeg maar, hoe de dingen echt zitten. En um, dat is het interessante wat, wat dat begrip van Parijsia al heel erg duidelijk maakt. En nou, Plato natuurlijk ook wel heel erg duidelijk maakt. Daar, daar er zat iets wat voor de oude Grieken al heel erg wrom. Namelijk nou, het idee dat je aan de ene kant dus uh, uh, doxa hebt. En aan de andere kant epistemen. Ja, dus je hebt de, de, de echte kennis en het idee dat we het allemaal hebben: van nou, de wereld zit op een bepaalde manier in elkaar. En het zijn niet twee manieren waarop de wereld in elkaar ja, zit. Ja, het kan maar één manier zijn. Ja, er is, we zitten niet in de matrix, we gaan ervan uit hè, dat dit een echte tafel is, zomaar zeggen. Ja. En aan de andere kant, die doxa. Uh, die heel snel herkenbaar wordt op het moment dat mensen met elkaar gaan praten en elkaar mensen elkaar gaan overtuigen van dingen. En dat is dan de manier van kijken naar die Ja, die En dat je gaat zeggen van nou, dit is een aantrekkelijke tafel. Uh, dus de <laughs> autoverkoper die de politicus in feite natuurlijk ook een beetje is. Uh, die, die die dat, verkoopt. Ja, en die in, op die Agora uh, op een gegeven moment de ideeën gaat verkopen. En dat mensen dan gaan denken, ja, dat is leuk, maar vanuit welk perspectief praat jij? Uh, um, en, en dat vonden. Ja, dat speelde in die Griekse oudheid heel heel erg. Hè. En Plato was er heel wars van, de antidemocraat eigenlijk. Ja. En uh, die, ja, die heeft eigenlijk natuurlijk al heel erg duidelijk gemaakt dat hij uh, uh, vond dat er maar één waarheid was en dat de mens zich daarvoor moest uh, moest inzetten om die te vinden. Bij monden van Socrates uiteraard. Aha, ja, ja. Uh, en dat dat politieke spel, dat dat eigenlijk alleen maar leidt tot illusie. Maar het idee ja. van laten we zeggen werkelijkheid en waarheid of zo. Hè? Want iedereen heeft zijn eigen waarheid, maar er is maar één werkelijkheid, zou je dat zo kunnen omschrijven? Nou, kijk, dat, dat is heel lastig. Kijk, wij zijn gewend aan uh, het idee dat. De waarheid eigenlijk al, altijd weer kan veranderen. Dat de feiten weer anders kan, ja. gaan spreken. En dat we, we, zijn, we leven echt in een wetenschappelijke wereld... waarin we gewend zijn dat er voortdurend weer nieuwe kennis bij komt... die andere licht op de zaken kan werpen. Ja. Um, dat was uh, in dat oude idee van waarheid anders... Hè, dan het christelijke idee van waarheid of, of het Platoons idee van waarheid... is dat er één waarheid is. En di <kwijls> die moet je zoeken. Ja. Wij zijn eigenlijk, en dat is natuurlijk ook heel erg gebaseerd op het liberale idee... Wil je waarheid achterhalen in, in een open samenleving, dan moet je juist altijd zoveel mogelijk te, die perspectieven tegenover elkaar gaan zetten. Zodat je eigenlijk die feiten met elkaar kan laten clashen. En kan, en kan kijken, oké, okay, dat een soort van ja. maakproces. Of een soort van waarheidsvindingsproces. wat heel erg verhankelijk is van de juiste politieke confrontatie. Maar daar, daar, daar horen natuurlijk wel een paar spelregels bij. Is dus dat je erkent ja. dat jouw uh, waarheid. Uh, ook niet, niet oneindig is of ook niet definitief is. Nee. En dat de ander misschien ook wel een punt heeft, dat je daarvoor open staat. Dus dat zijn best volwassen ja. uh, eigenschappen die wij in de afgelopen 200, 300, ja. 400 ja. jaar hebben ontwikkeld, misschien. Ja, zeker. Ja. Uh, lang proces, uh, weten we nee, als wij. Als historici... je daarop inhakend, inna, ja, precies, dat klopt absoluut. Maar wat, 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 wat een aantal van de kazen die ons boeken omschrijven, zie je eigenlijk een soort van patroon van mensen die. Die, 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 die het perspectief van de ander eigenlijk zo kwalijk vinden dat ze eigenlijk vinden dat perspectief daar mag geen ruimte voor zijn, dat mag niet bestaan. Dus die gaan er niet vanuit van we gaan een volwassen debat aan waar verschillende meningen clashen. Ja. Uh, en daar moet uiteindelijk de rest van het publiek moet daar iets van uit meenemen. Hè. En hopelijk ziet men wel in van deze mening, die is gewoon feitelijker of logischer geredeneerde wetenschappelijk of wat dan ook, dan de ander, maar meer echt van nee, dat is, dit is zo fout eigenlijk, daar mag geen ruimte. ...voor zijn. Hè. Dus zeggen we over, over de goede mening versus de fout mening, het is een heel zwart-wit beeld over, ook het, over jullie, verschillende perspectieven. Dat is ook iets wat jullie beschrijven wat mij ook heel erg aansprak, het idee van dat je... Dat er wordt niet alleen heel moralistisch over mm -hmm. meningen gepraat, want dat is fout, hè. je mm -hmm. deugt niet. Mm -hmm. Of het deugt wel en dan is het deugen, hè. als deuger mm -hmm. ben je dan ook weer... ...eigenlijk een fout mens, goed mm -hmm. mens is ook weer een fout mens, zullen we maar zeggen. Ja. Maar dus er wordt steeds een moreel oordeel, goed of fout, uitgesproken over een mening. Mm -hmm. um, uh, dat, en, en soms wordt het zelfs gecriminaliseerd. Ja. Hè. Dat je echt gewoon vanuit een gevaarlijke mening fascistisch is. En dat je vanuit een bepaalde identiteit iets, de waarheid niet zou kunnen uh, uh, beredeneren. Ja. He, dus Hoe bedoel je dat? Nou, dat als, als je be, een, een, een witte man bent, dat je dan nooit eigenlijk de, de, kan, iets kan zeggen over racisme. Ja, ja, Omdat identiteitspolitiek, je identiteitspolitiek. Uh, als je die pijn, zoals dat wordt genoemd, die pijn, ja. kun je nooit ja. voelen, dus kun je ja. daar nooit over mee. Precies. Ja. Ja. Dus het bestaat er eigenlijk, ze impliceert daarmee dat je niet zo'n objectieve... Uh, analyse zou kunnen geven. Kijk, natuurlijk is het logisch dat je in als wit of blanke man uh, veel minder uh, met racisme komt in uh, een land als, als Nederland. Hè? Ja. Dat is logisch. Dus het is niet gek dat iemand van persoon van kleur daar veel meer aan komt, is dus meer een ervaringsdeskundige. Dus desalniettemin kun je daar wel, door je daarin te verdiepen, door mensen te praten, door onderzoek naar te doen, kun je daar kennis over vergaren ja. en kun je er ook iets over zeggen. Uh, maar het idee dat net... waarheid dus absoluut subjectief is, dat is natuurlijk ook onhoudbaar, hè? want dat betekent mm. ook dat een, een, een Surinamer niks over Nederlandse uh, geschiedenis kan zeggen, mm -hmm. want die heeft die ervaring niet, bijvoorbeeld. Uh, even, even heel flauw, of was mm -hmm. ik, omdat ik in Rotterdam ben geboren, uh, niks over Amsterdam zou mogen zeggen, ik ja. noem maar even wat. Um, dus dat, dat is vrij snel onhoudbaar, maar toch is dat wel een beetje de heersende, mm -hmm. laten we zeggen, um, uh, het eerste paradigma in de, ja, in de, in de, in de sociale en geesteswetenschap aan het worden. Ja, en het probleem is, kijk, uh, dogmatische, uh, de dogmatische variant van politieke correctheid, wat jij net zegt, gaat uit van een bepaalde morele positie. En het wordt problematisch op het moment dat je de morele waarheid meent in pacht te hebben. Want dan ga je, uh, dan ga je heel snel naar van oké, okay, ik vind, en ik ben er heilig van overtuigd dat dit fout is. En dus moeten we dat veranderen. En dan krijg je dus een beetje ja, dan krijg je een ideologisch gestuurde veranderzin. Ja. Uh, die op zich. Geen kwaad kan, zolang daar maar gewoon ook weer iets tegenovergesteld kan worden. Maar op een gegeven moment, op het moment dat je een situatie creëert dat de tegenstem wordt gesmoord, Of geen, ja, waarvan je zegt van ja maar je hebt geen recht van spreken, dan krijg je wel die claim op de morele waarheid. En dat is, dat is een beetje het gevaar. En daarmee ik. verliest ja. dus een bepaalde partij ook veel vrijheid. En we gaan dus ook veel verloren eigenlijk in het debat. Dan ja, uh, heb je niet voor... meer dat conflict. Wil je pleiten voor een radicale vrijheid van meningsuiting? Ja, vergaande, maar ook überhaupt van. van, van kijk, er is dus natuurlijk aan elke vrijheid de grens ook aan de vrijheid van meningsuiting. Ja. Daar kunnen we het wel over eens zijn. Uh, maar je moet vooral eigenlijk erkennen dat die democratie bestaat bij de gratie van dat, uh, van dat vrije publieke debat. En, en de media die daar vrij een rol kunnen spelen. En mensen die zich ook niet alleen kunnen uitspreken, maar die zich ook durven uitspreken. Dus die niet. Automatisch bijvoorbeeld als een reactie daarop uh, hun baan verliezen, of voor weet ik veel wat in de lengte der dagen ja. daarmee achtervolgd worden omdat ze een bepaald standpunt uh, ingenomen, ja. ingenomen hebben. Dus uh, vaak zijn mensen ook politiek correct, omdat ze de consequenties uh, vrezen als ze dat niet. Zijn. Ja, wat jullie zeggen ook al vrij vroeg in het boek. Uh, een, uh, politiek correct kun je zijn, uh, ook vanuit angst. Mm -hmm. En uh, moet je dus eigenlijk, las ik althans tussen de regels mm -hmm. door. Zou je niet boos moeten zijn op degene die politiek correct is? Of niet altijd. Mm -hmm. Maar soms ook op degene die een klimaat in stand houdt. waarin diegene zich gedwongen voelt om politiek correct te zijn. Uh, of dus om gedwongen voelt om de waarheid te verbloemen, eigenlijk. uit angst voor ontslag, om te zien je kop eraf gaat. Ja. Uh, cabaretiers in Nederland die ja. geen grappen meer durven maken over de islam. Ja. Uh, dat soort zaken. Dat kun je boos zijn op die cabaretiers, dat ze laf zijn. Mm -hmm. Dat zou in de termen van Parijs ja, zou je nog kunnen zeggen. Foucault heeft daar een heel uitgebreide verandering over geschreven, die ik toevallig een keer uh, in mijn studiefilosofie heb bestudeerd. Maar dat, dat je zou kunnen zeggen van nou ja, daar moet je altijd de waarheid spreken, juist als je hoofd op het hakblok ligt. Ja. Um, maar jullie zeggen ja, eigenlijk kun je wel voorstellen dat iemand dat niet doet. En moet je vooral degene aanpakken die ervoor zorgt dat het hakblok ja. zit ligt. Nou ja, kijk, soms is het, is het natuurlijk echt uh, heel erg moeilijk. Uh, bijvoorbeeld, uh, een, een uh, persoon die mijn duur ook aanhaalt is Hannah Arendt. Vrij en, en vaak, ja. Er voor, ja. Mm -hmm. Maar de moedigheid zeg maar, uh, van haar positie, dat zij heeft aangegeven toen, aan de aanleiding van het Eigenmanproces ook: van, ja, er zijn ook heel veel Joodse be uh, uh, bewegingen in Duitsland zelf medeverantwoordelijk mede verantwoordelijk geweest voor die entleuzoem. Ja. Uh, nekt. Weet je, en zij is daarmee zo kalt gesteld. Zeg maar dat, dat, dat op een gegeven moment vraag je natuurlijk ook af, ja, hoeveel offer je dan op voor, voor je eigen standpunt? Hè? En, 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 en dat is denk ik een heel lastige vraag. Want op een gegeven moment ja, zal iedereen denk ik op een eieren voor zijn geld kiezen. Ja. Van, ja, ik kan wel heel erg hardnekkig vasthouden aan wat ik meen, dat dat hoe de zaak in elkaar zit. Maar, maar ik wil graag mijn salaris behouden en ik wil misschien zelfs ja. mijn kinderen zien opgroeien ja, in, in de toekomst. En dat maakt het zo herkenbaar voor ja. iedereen. Ja, Overigens denk ik. Ja. Hoeft het ook niet altijd politiek correct hoeft niet per definitie altijd iets slecht zijn we schetsen een aantal problemen die dat ja, geënitieerd zijn Hoe kan het, uh, maar uh, tegelijkertijd nou, bijvoorbeeld aan uh, kijk de mensheid die beweegt in die zin uh, geloof wij vanuit liberale gedachten wel vooruit uh, er is sprake van menselijke vooruitgang die kun je ook constateren uh, Steven Pinker die eerder haalde is iemand die dat denk ik heel goed ook wetenschappelijk heeft ja. heeft onderbouwd uh, dat betekent dat we ook leren we leren van fouten uit het verleden we leren dat bepaalde dingen die meer kunnen vandaag de dag we leren dat sommige dingen schadelijk zijn uh, als je zelf uh, Hè. Je beseft dat bijvoorbeeld bepaalde dingen die je doet of die je zegt, of die aanwezig zijn in de samenleving, dat die bijvoorbeeld schadelijk zijn of, of andere mensen echt dermate kwetsen. Terwijl ze eigenlijk misschien helemaal geen functie of geen nut hebben voor de rest van de maatschappij. Dan is het niet slecht om te zeggen, oké, okay, maar daar houden we mee op. Hè. Een figuur als zwarte Piet kun je prima van zeggen van, hè, we, we zien inderdaad van dat dat kunnen we argumenteren van dat is een, een karikatuur hè, van 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 een slaaf en er zijn mensen die daar dermate door gekwetst worden. Van waarom? Uh, dus politiek maken we daar verdedigbare keuze Geen curve? variaties nee. op, hè. dat hoeft niet per se politiek correct. Of tenminste, het is misschien wel politisch. zeggen, het is een politiek correct stellingnaam als je zegt ik wil dat veranderd, maar het hoeft geen verkeerde politieke correctheid te zijn. Het hoeft niet problematisch te nee. zijn. En er is ook wie ondervindt er eigenlijk schade van als je dat doet? Maar bijvoorbeeld een, ja, een cabaretier die, die geen grap meer durft te maken over bepaalde onderwerpen... omdat hij bang is voor bedreiging of omdat hij nergens meer gevraagd wordt optredens dan zeggen heb je iets van ja dan wordt iemand zijn vrijheid bekneld dan ontvindt iemand daar ook schade maar dan zeggen bijvoorbeeld uh, een paar religieuze leiders die dan op televisie worden geïnterviewd over uh, in dit geval bijvoorbeeld uh, mm. moslimleiders die zeggen dan van ja maar dat is terecht want hij beledigt de profeten dat moet je niet doen ja en uh, onlangs nog heeft uh, de europese hof voor het recht van de mens mm. zelfs nog een zaak uh, Toegewezen, ik meen dat het bewust in Oostenrijk was of in Zwitserland? Ja, dat was een zaak vanuit Oostenrijk. Maar, het is waarin het ging over de belediging van het noemen van, pedofiel, uh, van Mohammed, de profeet, ja. als pedofiel in een cartoon. Er werd gezegd: ja, dat is terecht, is dat door de rechter ja. is dat teruggeroepen. Ja. Dus eigenlijk is daar dan de, 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 het recht om, zeg maar, als, als gelovige mm -hmm. uh, niet gekwetst te worden, ja. is dan eigenlijk, wordt het boven de vrijheid van meningsuiting gesteld. daar zijn ook keer weer afwegingen. Daar wordt het ene recht boven het andere Precies. geplaatst. En terwijl je af kunt vragen, ja, maar. Is dat wel terecht, natuurlijk, de uh, discussie. Uh, uiteindelijk uh, kun je daar zeggen. Ja, hè, het onderscheid tussen mensen en ideeën, mensen hebben recht ideeën niet. Ideeën moet je vrij kunnen bekritiseren. Kunnen misschien mensen door gekwetst worden. Uh, ja. dan, uh, dat schrijven we ook in ons boek, natuurlijk. Dat hoort ook bij het debat. Maar in dat geval heeft het soms ook een functie. Religiekritiek heeft een nuttige functie. Dan zijn er zijn ook mensen die onderdrukt worden door religie en die juist vanuit die, vanuit dat perspectief uh, daarom ook ageren tegen die religie. Dus dat geval is er een. een, dus een is die zien ook bescherming. Er ja. dus zijn er veel. Zijn Logische reden om dan te zeggen: oké, okay, maar dan nemen we het voor lief dat er mensen door gekwetst worden. Of zoals Hans Theodor toen zo mooi zei in zijn beroemde interview bij de Meiden van Halal, uh, geloof ik, op de pijnbanken: die zei van ja, alles wat uh, macht heeft, moet gerediculeerd ja. kunnen worden. En religie is een vorm van macht, mm -hmm. eigenlijk heel erg Foucauldiaans, mm -hmm. uh, of zijn manier van uh, dat, uh, dat gedachtegoed doorvoeren misschien, maar dat moet gerediculeerd kunnen worden. En als dat niet kan, dan ben je dus eigenlijk ben je onderworpen aan die machten. Maar ik moet er wel één ding aan toevoegen. Uh, kijk, de vrijheid van meningsuiting proberen we wel ook een beetje te scheiden van het idee van politieke correctheid. Ja, dat viel me eigenlijk ja. ook wel En het boek. En dat, want, want kijk, wij kijken vooral eigenlijk naar... Uh, wat, wat door de, vrijheid, de discussie over vrijheid van de meningsuiting een beetje uh, gebeurt, is dat we heel erg gaan, gaan richten op het juridisch aspect. Van hoe ver mag je gaan in je uitingen? En ja. dan krijg je dit soort dingen: van nou, Mohammed is pedofiel. Uh, uh, et, huh. uh, en, 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 eigenlijk, uh, en ook die cartoonwedstrijd die, die Wilders had uitgeschreven, als je. Um, als we, wat wij meer doen is kijken okay, hoe zit het eigenlijk met die sociale repercussies op het moment dat, je, uh, dat bepaalde dingen in de openbare ruimte tot, tot uiting komen. Ja. En dat is denk ik belangrijker, want waarom durf je iets niet te zeggen? Nou bijvoorbeeld omdat je als je uh, in een wat meer academisch klimaat op een gegeven moment gerekend wordt tot kamp Trump of kamp Wilders, ja, dan heb je een probleem. Ja. En dat is sociale. Dat is sociale druk, dat is sociale repercussies die je dan hebt. Die denk ik invloedrijker zijn dan het idee van ja, dat, dat, je, dat je per se de grens moet opzoeken van, van het betamelijke uh, juridische zin. Ja. Dat vonden wij wel belangrijk om omdat je toch vaak ziet aan rechterzijde, terechtzijde, dat het heel snel getrokken wordt naar van ja, we ik mogen niet meer zeggen. zeggen uh, ja, ja, of en ik, het, ja. ja, of ik mag dit wel juist zeggen. Ja. En dat, ja. is, oh, dat is interessant. Dus jullie kijken eigenlijk meer naar de sociale en ook <coughs> psychologische processen die daar achter schuil gaan. Ja. Van, uh, waar, je het waar je het gevoel hebt dat je vrij kunt spreken en misschien moet spreken en waar niet. Um, Het maar dat de, we, ja. we, we, je hebt natuurlijk veel voorbeelden van politiek correctie in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld. Ja, hè, waar je natuurlijk daar waar gaat, veel ja. ruimere ruime, vrijheid van meningsuiting hebt dan hier. Dus veel meer mag zeggen, maar in sommige opzichten veel minder kunt zeggen. Omdat de sociale repercussies heel, uh, soms heel groot kunnen zijn voor als je dat. Dat vond ik zo geestig. Jullie noemen ook even dat voorbeeld van uh, Donald Trump. Die dan al uh, uh, jaren geleden, vervoerd in de politiek inging, uh, ergens een, uh, geheim, een heimelijk opgenomen. Uh, gesprek heeft gezegd van uh, die vrouwen grabben by de pussy. Hè? Mm -hmm. Die kun je dus gewoon grijpen als je macht en geld hebt en zo. Ja. Want dan laten ze dat gewoon met zich doen. Even los van de discussie of dat een oproep tot verkrachting is. Mm -hmm. uh, uh, maar um, uh, dat wordt dan in die MeToo-beweging gezegd. En ja, zie je wel, we hebben een president die zelfs roept grabben by de pussy. Dat heeft hij natuurlijk toen alleen maar op, op dat moment gezegd. Dat zou hij natuurlijk niet in Amerika niet eens kunnen zeggen als je dat in een campagne bijeenkomst zo. Maar dan moest ik meteen aan de denken, dat had jullie niet bijgezet. Maar dan dacht ik meteen, ja maar. Uh, uh, en wat dan met Clinton? Hè? Uh, Bill Clinton heb ik het dan over. Die dan mm -hmm. heeft gezegd: Ja, yeah, I did not have sexual relationships with that woman. Mm -hmm. Terwijl dan uitkomt dat hij dus dat wel heeft gehad: dat hij zat in de Oval Office met een sigaar, et cetera, et cetera. Ja, ja, ja. um, en dat je je afvraagt van, ja, maar de verontwaardiging is soms ook wel heel selectief. Ja. Bij Trump ja. heb je dat uh, meteen ja. al voor zijn opmerking zonder dat er bewijs is. Ja. En dat hij misschien met een prostituee uh, ja, maar... iets heeft gedaan. Um, maar. Um, Terwijl met Bill Clinton, die man die had zelfs nog nu first husband kunnen zijn van Hillary Clinton. Ja. Um, hoe moeten we daarnaar... Is dat ook politieke correctheid? Ja, ik denk dat het neigt... Het heeft er wel mee te maken, denk ik. Ik, bedoel, ik, dat, ik, ik denk dat je, uh, op het moment dat jij namelijk heel erg van overtuigd bent dat iemand van een uh, bepaalde identiteit geen recht van spreken heeft, uh, ja, dan krijg je natuurlijk wel dat je iemand gaat wegzetten op basis van identiteit. En, en, en dat maakt het wel een beetje lastig om die discussie op een gelijkwaardige manier te voeren. Eh, wij hebben nou, die kaas van Jan Buren, maar ook gecritiseerd in een artikel. Dat is ja, ja, ook... de, de, de voormalige hoofdredacteur van de New York Review of Books, die moest vertrekken omdat hij een podium had gegeven aan een van de meest ja. verdachte om, om zijn verhaal te vertellen. Ja, en dan, dan heb je wel een beetje het gevoel van: oké, okay, hij, uh, hij is weer een witte man. Die, uh, en, en, en in feite, omdat hij dan probeert om eigenlijk een soort discussie te entameren over de. De werking van metoo um, uh, wordt hij eigenlijk al direct in het kamp geplaatst van de verdachtmaking en en, en krijgt hij eigenlijk ja. niet erg meer de kans om, ja, om eigenlijk een vrij nuttige discussie in mijn optiek althans uh, over het voetlicht te brengen. Ja, zo, daar, ja. daar wordt daar uiteindelijk ook censuur ook weer. Toegepast ja. uh, nee, vanuit ja. correctheid. Ja. In dit geval, zelfs de academische uitgeverijen die dreigen ja. om een advertenties terug te ja. trekken. Daar zie je een breder probleem natuurlijk, want je noemt het advertenties terugtrekken. Daar gaat het ook om. Eigenlijk het kunnen voortbestaan van een bepaald medium, ja. wordt daarmee aangetast. En dat heeft niet alleen een impact op dat medium, maar er zijn hele andere media die dan bijvoorbeeld ook denken. Ja, maar oh, wacht eens even. Hiervoor moeten wij oppassen. En nou dan eigenlijk uh, dat is het effect. Zelfcensuur eigenlijk. En het is zo Amerikaans zou je denken, maar nee. In Nederland hebben we dat natuurlijk ook wel gehad, met geen stijl inmiddels. Ja. En dat, dat, dat zal vast nog vaker voorkomen. Ja. Je ziet al vijf jaar nou op Twitter dat er dan wordt geroepen: um, Bedrijf X. Weet u zeker dat u wilt adverteren op deze ja. website? Want. Uh, dit staat erop. Ja, dit ja, racisme ja, ja, of seksisme ja, ja. staat erop. Terwijl je best kritisch kunt zijn op in de Vele Kaas. Ja. De, de aanval van geen stijl plus ruim was bijzonder kwalijk. En het, was niet, het was volledig terecht, denk ik dat geen stijl daar een flink weer wordt. Kreeg. Daar was helemaal niks mis mee. Hmm. Maar als je bijvoorbeeld, bijvoorbeeld concludeert dat media moet kapot gemaakt worden, terwijl het soms ook best een nuttige functie heeft, er een heel interessante ja. stukken op staan, en dat is weer een, een, waarbij wij zeggen echt, dat gaat een weg veel te ver. Dan heb je ook als, als, als media en de democratie, media veel breder een, een, een probleem. En daar uh, moeten we dan ook kritisch op durven. Zeggen. Dan krijg je misschien ook een soort beweging waar geen einde meer aan is, omdat het een soort massa-justitie uh, justitie is. Ja. Map-justice die wordt vervoerd. Jullie hebben het over die Amerikaanse invloed, daar hebben we het al een paar keer over gehad komen nu niet meer aan toe maar dat is prima uh, dat dat mensen zien dat er ook wel gebeuren en kunnen daar nog veel meer over lezen in het boek. Iets anders wat, wat jullie ook benoemen is het westerse schuldcomplex um, dat er uh, ook een beetje doorspeelt in uh, uh, jullie noemen daar, uh, 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 de franse filosoof uh, Bruckner. Uh, uh, Pascal Bruckner ja. uh, yeah. um, die uh, daar een tyrannie van de uh, van het van berouw heeft uh, geschreven geloof ja. ik, uh, de Nederlandse Ja, Nederlandse maar oh God, goed, ik, weet de ik heb hem hier, ja. Bruckner, De Tyrannie van het Berouw. Ja. Ja. Een essay over het Europese masochisme heeft hij het ja. over. Ja. Dat masochisme noemen jullie ook van, overigens een schitterend boek trouwens van hem. Maar um, jullie noemen dat ook als voorbeeld van, of uh, eigenlijk een invloed, een sterke invloed waarom uh, correctheid kan optreden. Dat je dus vanuit een soort schuld, schuldgevoel over kolonialisme, over het lot van de hele wereld, dat in het Westen erg gangbaar is. Dat je dus eigenlijk niks meer durft te zeggen, geen kritiek meer durft te uiten op deze of geen ontwikkeling. Nee, ik denk, ik denk dat het... Kijk, eigenlijk is de westerse cultuur wat dat betreft een hele interessante cultuur. Omdat wij uh, mede ook door bijvoorbeeld die Frankfurter Schule en, en allerlei filosofische stromingen in staat zijn om extreme reflectie toe te passen op onze eigen uh, misstanden. En op ja, onze het is eigen... De geschiedenis zelfs. Ja, inmiddels, precies. Ja, ja. En, en ook op uh, foute denkbeelden en altijd in staat zijn om... Uh, uh, ja, een relativistische noten plaatsen bij bepaalde denkbeelden die we hebben en een bepaalde invloeden die we uitoefenen. Dat is natuurlijk op het moment dat je dat op mondiaal niveau bekijkt, denk ik nog steeds best wel een, ja, een, een, een vrij unieke gebeurtenis historisch gezien. Dat, dat de westerse cultuur zodanig uh, zichzelf daar in, in die introspectieve zie je houding daarin, heeft gekregen. Misschien ook vooral bij de westerse cultuur, even we breed gezegd, misschien de christelijke samenleving, een, een, een hang naar. Uh, naar die waarheid, die drang naar waarheid, die er misschien ook in zit. Waarheidsvinding ook. En, ja. en, en, en misschien ook wel gecombineerd met een soort uh, uh, bo boete Ja, dat, dat, dat is wel een, uh, dat is een heel lastig aan te tonen verband. Hè. Kijk, dat, dat, dan bij Chinezen zie je, dat je het, heel... het heel weinig bijvoorbeeld. Ja. Hè, bij andere culturen. Ja. Gewoon met alle respect hoor. Met alle, ja. Maar gewoon als je kijkt naar, ja. naar hoe mensen met hun verleden omgaan. Ook ja. Indonesiërs zelfs. Met de Nederlandse koloniale geschiedenis zeggen heel veel Indonesiërs: nee. ja, daar hoeven wij helemaal niet, dat is een gesloten boek, daar hoeven wij niet nee. meer over te praten. Terwijl wij eraan komen, we gaan het onderzoeken, wat hebben we daar allemaal fout gedaan. Ja, ja. Uh, ja maar het heeft uh, ook om... met de omstandigheden te maken. Hè. Bijvoorbeeld, ik heb zelf in Libanon gewoond. Uh, daar, daar, letterlijk liggen de oorlogsdoden nog onder de grond. Ja. Maar niet alleen vanwege de cultuur, maar ook vanwege het feit van, het opgraafd, dat we bang zijn dat als men niet opgraaft, dat er een nieuwe oorlog uitbreekt. Ja, daarover. Politische dus, gevoeligheid misschien. Precies. Wij, wij keer natuurlijk ook in omstandigheden uh, waarin we dat kunnen doen. Ja, dus het heeft ook met, met de politieke sociale omstandigheden te maken in de samenleving die ook weer de cultuur. Dat is een wisselwerking. Ja. Ik, denk, dus ik denk dat het iets te simplistisch is om dat alleen te zeggen, dat is een cultuurverschil. Die cultuur dat cultuurverschil wordt ook beïnvloed natuurlijk door de, simpelweg de politiek of economische realiteit. In uh, uh, een bepaald uh, ja, de, ik, regio. Ik denk dat, dat die Angela Nagel... Die, die heeft ook over politieke correctheid geschreven, maar meer vanuit die uh, online cultuur. En die beschrijft ook heel erg van kijk, wat je in feite schept met een uh, zoon frontale aanval, zeg maar, op alles wat uh, uh, patriarchaal is en blank, uh, dat je in feite daar natuurlijk ook een soort van tegenreactie op krijgt, van, 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 he, uh, van op een gegeven moment heel veel mensen die geïnspireerd zijn, met name door die Petersenbeweging, beweging, van, ja, hey, uh, luister eens, ik, ik wat, wat, voor, wat voor optie heb ik dan, ja. weet je? Ik ben zelf een blanke man en uh, kennelijk heb ik het allemaal verkeerd gedaan in de geschiedenis, dus je... je Stimuleert ook wat dat betreft dan de aantrekkingskracht naar dat uh, ja, uh, alt-right? Zoals, zoals zij dat. Je uh, zou kunnen uh, zeggen. Uh, en de alt-left uh, is voor een, voor een deel misschien wel weer voortgebracht door de alt-right, maar brengt zelf ook weer die identiteitspolitiek op links, brengt ook weer identiteitspolitiek op rechts voort. Ja, ja. En vice versa ja, misschien. Het is ik, uh, en dat is inderdaad. En dat is die polarisatie uh, die we zien, ja, uh, waar je ook wel uh, af en toe somber van kunt worden. Hè. Ja. Uh, ik probeerde dat bij Pinker te ontlokken, uh, maar die blijft optimistisch over de toekomst. Maar mm. met, zijn, met de vooruitgangsgedachten. Maar ja. even als laatste punt, we moeten gaan afronden. maar... Ja, jullie hebben het over het internet, vond ik nog wel heel interessant en mij ook een nieuw woord geleerd. Namelijk over dat het debat op internet zo lelijk is. Hè? Dat op Twitter en Facebook mensen gewoon echt vol, echt op het orgel gaan. Zeker als het anoniem plaatsvindt, mensen elkaar echt hele nare dingen toeroepen. Uh, dan kun je bijna geen debat meer noemen. En ik dacht, is dat nou het publieke debat? En dan zeggen jullie, nee, dat is niet het publieke debat, dat is internet. En daar zit een woord, rumineren heb ik daarvan geleerd van jullie. <laughs> ja, kun je, je uitleggen wat dat is? Mensen zijn aan het rumineren. Ja dat is dus dat je eigenlijk uh, in, je, in je hoofd eigenlijk je primaire reacties die je normaal voelt zeg maar bijvoorbeeld als je woede hebt bij uh, ja, bij de, val, ja bij, bij de buurvrouw die, uh, die uh, de auto verkeerd heeft neergezet oh ja. dat je dat in feite dat je dat niet meer even door de, je, 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 je rationele filter haalt maar eigenlijk direct eruit knalt op internet en die filter is dan weg. Hè? Directe uitlaatsklep. Ja het is dus eigenlijk gewoon direct uh, eigenlijk inderdaad een, 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 een directe uitlaatklep van al je, al je hele meest primair gedachten op, op internet uh, te zetten. Ja. Dat, dat ja, helpt natuurlijk niet voor uh, het, het idee van uh, het mooie. Uh, ja, het salondebat. Het idee van een deliberatieve democratie waarin iedereen goed belezen, met elkaar respecterend het debat aangaat. Dat is natuurlijk een hele nieuwe werkelijkheid eigenlijk die we zijn binnengetreden. En, uh, en daar moeten we aan wennen, denken jullie? Of wat is daar? Uh, Gaan we, gaan we, gaan ja. we nog, nog veel erger zien? Nou ja, we moeten daar aan wennen, maar we moeten ook denk, leren. En dat is een oproep ook aan politici, aan media, et cetera. Om, om bestuurders, om, om te beseffen, ja, wat, 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 wat soms inderdaad op Twitter of op sociale media. Zien is niet het debat. Hè. Dat is een, een klein onderdeel daarvan. Uh, we hebben heel erg, de sommigen hebben heel erg te om daar wel toch op te reageren. En Journalisten die dan zeggen van Precies. de ene Twitterij zei dit en de andere zei ja. dat, en hebben het dat gevoel dat ze het, ja, ik ja, denk denk, het ja. gevoel dat ze de thermometer ja. in de maatschappij ja. gestoken ja, hebben. En ook exact. politici ja. die dan denken: van oké, okay, dit is de stem van, van de bevolking die ja. nu tot mij spreekt en ja. daar moet ik op acteren. En als we die kant op gaan, ja, dan ja. hebben we als samenleving wel een probleem. ze we moeten altijd beseffen dat er enorm veel mensen zijn die Misschien er heel anders over denken, maar die er ook toe doen en wiens we perspectief ook mee moeten, moeten nemen. En als het gaat om de wetenschap, als het gaat om de media, als het gaat om, om bestuurders, om politici, et cetera. Dus in dat opzicht, uh, daar in vorm dat ook een waarschuwing van, ja, die kant moeten we niet uh, op. Zijn we toch weer ja, een beetje politiek correct geëindigd hiermee? Of, uh... Nou, ik denk wel dat je, dat je daarmee ook wel... Kijk, de pers is het natuurlijk de vierde macht. Hè? Dus dat is een mooi, uh, een ja. mooi verhaal alleen. Er zit ook een verneidigd kantje aan die journalistiek inderdaad, dat, dat er steeds meer toch wel een idee blijkt van oké, okay, we moeten die sensatie aan de gang houden en, en, en dat online uh, gescheld, dat voedt natuurlijk heel makkelijk uh, de, de koppen in de krant. Hè? En, en dan blijft sowieso heel lang doorzingen en dan creëer je eigenlijk meer een bepaalde sfeer uh, dan dat je uiteindelijk, als je de man op de straat om het zo maar zegt, uh, vraagt van hoe oh, weet je, denk jij ervan, ze dus krijgen zo'n, oh, maakt mij niet zoveel uit. Ja. En dat is denk ik best wel heftig. Een nieuwe realiteit waar we mee moeten dienen. Ja. Even raakten ja, of we nu politiek correct zijn geëindigd. Nou, het hoeft op zich hein, opnieuw niet de problematische zijn dat we politiek correct zijn geëindigd. Maar hè, de schaduwkanten die er wel degelijk zitten aan politiek correct, zijn, moeten we gewoon durven te onderkennen. En daar moeten we het over hebben. En dat hebben we met het boek en ook dit gesprek weer, denk ik, weer een stapje verder gedaan. Uh, dank voor jullie komst. Ja. Um, uh, en ik kan iedereen alleen maar aanraden om dit boek te kopen, te lezen. Uh, lezen is ook belangrijk, maar kopen zeker ook. Want je moet dit soort boeken blijven steunen, vind ik altijd. Boeken moeten er, uh, gekocht worden en ik vind reclame uh, voor boeken is geen reclame. Heb ik van Pook Lecteur geleerd. Dus. <laughs> ja. uh, over Politieke Correctheid door Gerben Bakker en Gertjan jan Geeling. Um, te koop, als u toch uh, de creditcard bij de hand heeft, uh, maakt u er ook even wat geld over naar café-weld. Dat zou ook heel aardig zijn, toch voor die jongens. die <laughs> Deze lampen moeten ook branden. Enzo. Heren, hartelijk dank. Dank jullie wel. Dank je wel, Gert. Dank je wel.